Volgende gast. Barbara Schut van Work in Progress Atelier Sjoertje in Lisse. Klopt. Zeg ik het goed, Barbara? Ja, je zegt het goed. Oké, dat is al heel wat. Hè? absoluut. Ik heb geoefend op je naam. Ja, dat dacht ik al. Ja. Barbara. Oh, ik ken 100 Barbara's, maar ja. Niet één Barbara. Ja, nu dus wel. Ja. Nou, moet je toch even vertellen hoe je aan zo'n mooie naam komt natuurlijk, hè? Ja, dat is eigenlijk de vraag aan mijn vader, denk ik. Ja, nou, die ken ik nog niet. Nee, die zullen we ook niet leren kennen. Maar mijn oma heet Barbara. Okay. En daarvoor, mijn nichtje heet ook Barbara, een ander nichtje. Daarvoor heb ik eigenlijk geen idee. Nee. Dus het is Barbara, mijn tweede naam is Sjoertje. Vernoemd naar mijn tante. En ik schilder ook onder Sjoertje. Ja. Dus daar komt het een klein beetje vandaan. Vernoemd naar je tante. En wat heb je voor speciaal ding met je tante dan? Heel veel. Eigenlijk. Dat is de zus van mijn vader. Ja. En vandaar dat ik naar de moeder van mijn vader en naar de zus van mijn vader ben vernoemd. Ja. Oké, mooi. Nou, je bent nog vrij jong en je hebt een eigen atelier. Ja. Dat heeft niet iedereen op jouw leeftijd, denk ik. Hoe kom je zo? Nee, heel leuk dat je het ook zo zegt. Want ik had daar zelf eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Hoe ik ben gekomen is best een heel verhaal. Ik zou zeggen, begin. Ja? Ja. Nou, ik ben altijd wel een klein beetje bezig geweest met kunst of tekenen, et cetera. Maar, school al? Ja, zeker. Vanuit de basisschool. En daarnaast altijd gaf mijn moeder me wel op voor tekencursussen en dat soort dingen. Ja. Maar ik heb dat nooit eigenlijk heel erg doorgezet. Want voor mij was school echt gewoon wel leren. HAVO, VWO, universiteit. En daar kwam nooit echt een soort van opening van, oké, je kan ook kunstenares worden. Wat voor studie heb je gedaan overigens? Ik ben begonnen met psychologie, uiteindelijk HR-adviseur geworden. Okay. Bijna hetzelfde, toch? Nee. Nee, absoluut niet. Want dan zou ik de psycholoog in de wereld. Goed. In ieder geval. Er kwam nooit van. Nee, niet echt. Niet echt. Dus op een gegeven moment HR-adviseur geweest, maar dat was niet mijn ding. Op kantoor zitten. En toen ben ik gaan reizen heel veel. En ben ik als nanny gaan werken. Dus waar onder andere? Ik had een hele leuke familie waarvoor ik voor op een meisje kon oppassen. En die namen mij de hele wereld mee over. Jongen. En Zuid-Afrika, Bali. Kijk, dus overal heen. Je kwam gratis, je overal. Ja. Jamie. Ja, niet lekker. Helemaal gratis natuurlijk. Niet maar gratis. Nee, want uiteindelijk ik moest mijn eigen drankjes wel betalen als ik ergens uitging. Maar goed, uiteindelijk in Ibiza ben ik iemand tegengekomen. En hij was kunstenaar. Kunstenaarseiland, hè? Een kunstenaarseiland, en nog wel meer, denk ik, van Ibiza, waar we het verder niet over gaan hebben. Maar je kwam een kunstenaar tegen. Gewoon een kunstenaar tegengekomen. Of gewoon een kunstenaar tegengekomen. Een hele leuke. Ja. En toch voor gekozen om uiteindelijk naar Ibiza te verhuizen. Omdat ik ook niet echt een vaste baan had in Nederland en nog niet echt mijn richting had gevonden. Mm. Wel het gevoel van, ik wil hier echt iets anders dan kantoor. Mm. En ik kan wel iets, maar ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat. Nee. Dus toen de keuze gemaakt om daarheen te gaan. En, En wat was dat voor een kunstenaar? Wat maakte hij? Schilderijen, beeldende dingen, sculpturen. Mm-hmm. Maar voornamelijk schilderijen eigenlijk. Okay. En hij heeft mij toch wel een soort van de zet gegeven om toch wat meer vooral te gaan maken. Met je handen te gaan doen. Absoluut. En ook dan echt te gaan laten zien. Ja. Want dat is natuurlijk wel een stap, zeg maar. Om het ook gewoon, kijk, je kan het voor jezelf maken en thuis houden. En denken van, nou, het ziet er wel leuk uit. Want hij had die ontwikkeling natuurlijk al gemaakt, hè? Ja. Hij maakte de eerste dingen thuis en later exposeerde hij. Ja, hij komt uit Uruguay. Hij is Gonzalo Mandian. Okay. Dus die ziet u eigenlijk ook het meeste in de galerie hangen. Ja. Ja. Naast wat ik zelf ook maak en naast een paar andere kunstenaars. Okay. Maar hij heeft al wat jaren langer ervaring in, zeg maar, het kunst maken of schilderijen maken en dingen. En het ook echt laten zien en dat ook echt verkocht werd. Ja, ja, ja. En dat had ik totaal niet. En ik was ontzettend onzeker. En ik dacht van, ik kan wel wat leuks thuis maken, maar wat vinden anderen ervan? En het is best een onzekere. En wat maak jij? Wat maak ik? Nou, het is over het algemeen, wat wij maken is abstracte kunst. Dus het is niet figuratief. En we hebben een soort
kleurschema, wat wij wel heel erg gebruiken in ons werk. We hebben wat foto's van jouw website gehaald. Ja. Nu we het er toch over hebben, over kleurschakeringen, kunnen we misschien even kijken naar ja, wat komt meteen in beeld. Wat kleurschakeringen? Wat zien we hier? Ik zie misschien wel vissen. Dat klopt. Ja, dat zijn de sculpturen die mijn man heeft gemaakt, of mijn partner heeft gemaakt op Ibiza. Ja. En het idee eigenlijk in al onze werk is dat, dat we kleuren gebruiken als zwart, wit en goud. En het zwart staat voor het diepere negatieve. Nou, negatief vind ik al lastig, moeilijk om te zeggen, maar meer het diepere ding in het leven. Wat je voelt, wat je meemaakt. De minder leuke dingen. Ja. De zwaardere gevoelens. En het wit staat voor de vrijheid, voor het positieve, voor alles. En het goud, wat we erin gebruiken, staat eigenlijk voor de zon die je daarheen brengt. Ja, dus we zien in het midden iets van goud. We zien rechts onderin zien we iets van goud. Ja. Waarom die plekken? Weet je, dat is van, dit die is van plekken jouw partner, kan ik. Ja, en dit is al een heel vroeg werk van hem toen ik hem nog niet eens kende. Dus ik kan hier niet per se precies over vertellen. Ik weet alleen over de kleur inderdaad, hoe het werkt. Ja. Het is ook niet altijd dat het gouden ergens bovenin hoeft te zitten. Nee. Omdat het zeg maar omhoog getrokken moet worden, de energie. Maar het kan in alle delen van het schilderij zitten. Ja. Het ligt er net aan waar wij ook voelen waar de energie op dat moment zeg maar zit. En dat trekt een persoon aan. Ja, mooi van kunst is dat iedereen zelf kan bepalen wat hij erin ziet. Hè? Absoluut. Zeker met abstract. Ik zie daar ook een meisjeshoofd in. In dat middenstuk waar het goud zit. Ja. Daar zie ik een meisjeshoofd in. En ik zie ook ledematen zie ik er ook in. Dat klopt wel. Ik ook. Ja. ik zat wel ook aan Gonzalo. Dan zijn we het daar gelukkig over eens. Okay. Ja, ik zat er even na vragen of dat ook het idee was. Ik vind kunst inspirerend. Omdat, wat ik al zei, iedereen ziet er iets anders in. En kijkt naar zichzelf waarschijnlijk, naar zijn eigen positie in de maatschappij of in de wereld. Hoe die kunst ziet. Maar dat is een beetje ver gezocht misschien. Nee hoor, nee, helemaal niet. Nee. Okay. Kunst kan je nooit te ver gaan. Je kan je er wel een beetje in vinden. Ja, zeker wel. Goed zo. Ja. Je zegt, ik ben op Ibiza ben ik begonnen met zelf dingen maken. Ben je ook met een galerie op Ibiza begonnen? Nee, wij zijn echt begonnen eigenlijk op markten te staan op Ibiza. Op Ibiza is het heel erg de hippiemarkten eigenlijk. Ik ben er nooit geweest. Maar Zeker een aanrader. Nee, ja. En daar kan je, op Ibiza kan je heel goed zeg maar overleven door middel van je eigen dingen te maken. Dat aan te bieden en dat aan toeristen of maar ook aan de locals. Dus zo zijn we een beetje begonnen, maar daarna is het best wel snel gegaan. En omdat Gonzalo al, denk zo'n 10, 15 jaar op Ibiza woonde, kreeg hij heel veel verzoeken, zeg maar, om bijvoorbeeld restaurants, bars of decoratiewinkels in te richten. Ja, ja, ja. Dus uiteindelijk hebben we samen heel veel bars mogen doen en restaurants en heel veel dingen mogen ophangen. Maar ook zeg maar de restaurant zelf, de deuren mogen beschilderen, allemaal dingen. Ja, ik was toen aan de pottenbakken toevallig op Ibiza. Ja. En ik heb een hele club behangen met mijn lampen, bijvoorbeeld. Dat doe ik nu niet, omdat hier wat koud is en ik geen oven heb. Maar zo zijn we creatief altijd bezig geweest. En uiteindelijk toch de stap naar Lisse. Naar Lisse, ja. Kom je ook uit Lisse? Ik kom uit Sassenheim oorspronkelijk. Nou, dat scheelt niks. Nee. Dus maar goed, dat vinden Sassenheimers niet overigens, denk ik. En Lissenaren misschien ook niet. Het zijn allemaal bollenstreek, toch? Dat is waar. Ja. Het is absoluut zo. Ja. Nee, maar goed, je komt uit Sassenheim en je bent in Lisse gaan vestigen. Omdat daar ruimte was om een atelierwoning, dat soort dingen. Nee, of ik woon nog in Amsterdam. Klein, maar dat kan ook nog, ja. We zijn in Lisse gaan zitten omdat de oma van mijn zoontje, van ons zoontje, woont in Sassenheim. Dus dat is een goede plek om hem, zeg maar, eventjes soms af te droppen terwijl wij willen werken. Ja. En daarbij denk ik dat Amsterdam toch al wel heel erg vol is met allemaal kunstenaars en ateliers. Ja. En is het lastiger iets te krijgen om iets te huren. Mm-hmm. En duur. En in Lisse kregen wij de mogelijkheid. We zijn eerst begonnen in een bedrijfspand in Op Halfweg, Zwanenburg. Ja. Toen we terugkwamen, toen kregen we snel iets aangeboden via een maatschappij in Lisse. Mm-hmm. Dat was op de Kanaalstraat 1 tegenover de Xenos, als mensen dat kennen. Ja, ja, ja. En dat, daar werden nu, huis van gebouwd. Dus daar moesten we uit. Ja. En zodoende ben ik gaan rondbellen. En waar zit je nu?
Het blokhuis 6, naast de bakkerij van Manen. Oké. Oh, dat is ja. Nou, ik ken het toevallig. Ja, dat is mooi. Met een terras erbij natuurlijk, hè, die Manen. Dus ja, het is een heel mooi pand. Dus mensen zien, als ze een kopje koffie drinken, kunnen ze bij jou alvast een beetje spotten. Beetje gluren, zo. Van, Nee, het is mooi. En hoe lang zit je daar al? Nu bijna een jaar alweer. Oké. Dus ja. Ik vind dat nog niet zo heel lang. Maar goed, jij vindt dat al bijna een jaar alweer. Ja, voor ons is dat best Oké, en het atelier? Daar hangen werken van jouw partner. Ja. En van jou staan. En van mij. Staan. Ik heb het idee dat jij meer laten we zeggen, vormt. Beetje handen, zeg je. Dus je bent aan het pottenbakken, zei je? Ja, dat was meer op Ibiza. Oké, was toch meer op Ibiza. Nee, dat heb ik daar even een beetje gelaten. Want en wat, doe je nu voor kunst dan? Schilderen ook. Ook? Ja. En zullen we even kijken of we... Want je hebt de plaatjes gezien die wij van de website hebben gehaald. Ja, die zijn van mijn partner. Van Gonzalo. Maar dat is prima. Ja. Oké. Ja, dus kijk, we moeten denk ik even zo met ons hoofd opzij. Of hij hangt zo. En hij hangt in een huis op een muur van 7 meter hoog. Het is ook een heel lang schilderij. Oh. Hij is, ik denk, zeker 2,30 meter lang. Bij, 1,20 breed. Ja, dat is wel leuk. Nou, we zien hier weer die kleuren natuurlijk terugkomen. Ja. Hè? Positief, minder positief, zeg maar even. Goud. Ja, ik zag net ook twee stukken. Nu zie ik er 3, heb ik dat goed? Want het goud is dan in de minderheid, hè? Het goud is in de minderheid, ja. En de meerderheid. Minderheid? In de minderheid. Nou ja, ik zie 2 stukken. En de rest is grijs of zwart of wit. Ja, het is het goud brengen we altijd in als een soort van... Oké, dit helpt je naar een ander level toe. Ja. Dus het gaat van het negatieve naar het positieve. Ja. Ja. En dat de zon schijnt, zeg maar, op alles. Dus is aanwezig. Maar uiteindelijk... Het gaat ook natuurlijk, als je ernaar kijkt... waar je zelf in wat voor gevoel je hebt gezeten... toen je dit schilderij maakte, denk ik. Dus ik denk dat hij hier redelijk in balans was. Dat ziet er wel zo uit. Of in ieder geval lichter dan... sommige stukken die kunnen heel donker zijn. En dat kan ook van dag tot dag natuurlijk verschillen. Ja. We kijken even naar de volgende, goed? Ja. Oké. Wat is dit? Leuk. Dit is een andere techniek die we hebben gebruikt. Het lijkt op etsen, hè? Het lijkt op etsen, ja. Ja, maar het is eigenlijk makkelijker dan etsen. Oh, vertel. Ja, willen jullie dat allemaal weten? Ga ik mijn geheim vertellen hier? Heerlijk! Nee hoor, nee. Kijk, iedereen kan dit vinden natuurlijk op YouTube. Ja. Het is een hele leuke techniek waarbij je een pot verf met een gat aan het plafond hangt. En je geeft hem een sweeper. Even wachten. Je hangt een pot verf aan het plafond. Aan een touw. Aan een touw. En je zet een gat onderin. Het gat onderin en je geeft die pot, geef je een zwieper. Ja, en dan gaat hij spelen. En die laat je maar gaan. En je laat hem maar gaan. Ja, dat, je laat hem gaan. En dat blad ligt op de grond. Tafel. Nee, op de grond met een heel groot stuk zeil eronder. Ligt een beetje aan wat voor grond je hebt natuurlijk. En dan krijg je die lijnen natuurlijk. Dan krijg je dat lijnenspel, Dus de achtergrond is natuurlijk eerst opgezet. En goud en de kleuren zijn gekozen. Wat grappig. Prachtig. Ik vind het schitterend. Ja, nu mag niet iedereen het thuis gaan proberen. we komen zo meteen over iets wat we thuis... Voor de rest ga ik geen geheimen verklappen. Wat ik thuis heb geprobeerd. Ja, daar komen we nog op, denk ik. Kijk, daar komt ie. Ja. Ja, dit is een verhaal. Dit is een verhaal. Nou, vertel jij eerst maar. Nee, nu mag u. Ja, zeg maar jij. Ik denk, jij. Ja, jij belde mij en jij vertelde mij. Ik vertelde, even voor de kijkers. Ik vertelde Berbera, ik belde er van de week op. Ik werd een paar weken geleden, kreeg ik van een vriend van mij een foto. En die zei tegen mij, kijk nou. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb van blokjes hout, gewoon de Fixit of wat dan ook. De karwei, heb ik een zak afvalhout gehaald en ik ben gaan bouwen. Ik ben stukjes gaan leggen en daar heb ik in mijn woning, hangt dat aan de muur. En die vriend van mij stuurde dus een foto, niet deze overigens, maar van een ander werk. En dat lijkt er precies op. Dus 3 weken geleden kreeg ik dus dat werk en nu zit ik met Berbera. ik heb er gisteren iets over gezegd toen we elkaar belden. Ja, heel veel thuis. Sorry. Weet je dat... Dus nu jij. Die blokjes ik ben eigenlijk heel erg benieuwd welke foto het precies was.
En wie het dus nou gestuurd heeft. Ja, ik heb hem op mijn telefoon staan. Ik, eerlijk gezegd ben ik het vergeten om hem naar je toe te sturen. Excuus, dat ga ik nog doen. Nee. Maar goed, het gaat niet om jou, niet om mij. Nee, hè? Maar het is het, absoluut. Dat ja. Nee, het is hetzelfde idee eigenlijk. Ja. En ook wat je zegt over het hergebruik van materiaal. Dat doen we gewoon ontzettend veel. Sowieso in heel veel van ons werken. Mooi. We maken ook alles zelf. We gebruiken doeken of dingen die al gebruikt zijn. Of waar we ergens die we vandaan ergens vinden. Gewoon echt letterlijk soms in Amsterdam op de straat. Want het is gewoon... mensen gooien gewoon heel veel weg. Ja. En voor de rest... dit komt nog ook uit... Het is ook nog een stuk uit Ibiza. Waar Gonzalo hout heeft gebruikt... Okay. Wat we vonden en wat we gewoon als een kunstwerk hebben gemaakt. En ook wel een goudgloed. Ja, zeker weer die zon in het midden van alle... En toch ook wel weer donker en wat lichter, zeg maar. Ja, vooral het donkere wat er omheen en de zon die erdoor moet komen. Dat is wel een terugkerend thema. Je hebt er gewoon als achtergrond van, minder positief, positief... En toekomstperspectief. Ja, iets waar mensen iets aan kunnen hebben. Ja. Waar ze zichzelf in kunnen gaan vinden om uit iets te komen. Of uit een fase van hun leven. Of iedereen zit wel eens. Nou, heb je verteld over Sjoertje. Ja. Waarom je zo heet. Maar je hebt nog een subtitel. Work in progress. Work in progress, ja. En waar komt dat vandaan? Ja, we hebben de galerie zo genoemd, of atelier. Omdat we denken dat altijd in het leven... het work in progress is. Er is geen, het is niet dat je van hier naar daar gaat en dat is het einddestination en dat is het. Nee. Het is altijd work in progress. En om dat zo licht en mooi mogelijk te maken, daar zit ons kunst in. Precies. Eigenlijk. Precies. Dus dat. Okay. Goed uitgelegd. En wat is dit? Ook leuk. Weer de ook. Kleuren? Ja, ook. Ja. Oude huis in Ibiza. Mijn favoriete huis ooit. Die stonden daar. Het zijn deuren. Origineel. Deze hebben we gemaakt ook voor een bekende bar op Ibiza. Ja. En uiteindelijk sloot die bar voor een tijdje. En hebben wij de deuren eruit gehaald. Ja. En in onze eigen woonruimte geplaatst. In Amsterdam? Nee, in Ibiza. Die konden we niet meenemen. We zijn uiteindelijk met een grote bus, Volkswagenbus, naar Nederland vertrokken. Ik dacht even dat ze nu we nog hebben heel wat hadden. Kunnen meenemen, maar deze waren echt veel te groot. Ja. En zwaar. Ja. Oké. Ja. Ja, het zijn hangende deuren. Klopt dat? Schuifdeuren dus, of niet? Hangende deuren, waar Ja. Oké. En dit is je partner? Ja. Schat ik in? Ja. En die is bezig met een soort gutsen? Nee, dat de kleine puntjes die je ziet, denk ik. Die je ziet, sorry. Ja. Ik blijf u zeggen. Ja, nee. daar zijn wij heel lang mee bezig geweest. Het was een project van een aantal schilderijen. Ja. Waar we in deze techniek hebben gebruikt. Ja. En dat is eigenlijk... een monnikenwerk geweest. Nou, dat kan me voorstellen. Ja. Maar het heeft een ontzettend leuk effect. En dat wordt ook weer de achtergrond voor het eerst opgezet. En dan dit eroverheen. Het was een... Want dit zijn technieken door elkaar heen gebruikt. Ja, absoluut. Dit is schilderen en houtbewerking door elkaar heen. Dit is geen houtbewerking, maar wel schilderen. En dus deze punttechniek, waarbij je gewoon heel veel relief krijgt. En hele leuke structuur. Oké. Ja, het lijkt op houtbewerking, dus daar vergis ik. Ja, inderdaad. Ja, nee, inderdaad. Volgens mij is het tafel. Omdat Gonzalo ook met die houtblokken, dacht ik even van, dit zou ook iets met hout kunnen zijn. Ja. Maar het is mooi, heel mooi gedaan. Ook met de kleuren. Nou, ik bedoel, prima. Volgens mij was dit de laatste, ja. Dan doen we hem nog even terug, want zwart is ook maar zo zwart. Alhoewel, dat ook wel weer een gevoelstemperatuur is. Kan hè? Ik er wel wat goud in gooien? Bebra! Ja. Meid, nou dat heb je heel mooi verteld van je atelier in Lisse. Blokhuis, openingstijden. Ja, ik probeer dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag te probeer? Zijn. Ja. Probeer? Ik probeer. Ik doe al mijn best om er altijd dan die dagen te zijn. Ja. Mensen kunnen je beter even benaderen. Ja, absoluut. Maar dat is wel een website hebben we. Noem je website even. Work in progress. Ik zal dat... misschien kunnen we dat er nog even bijzetten bij de ondertiteling aangezien. Kom, zomaar. Ja hoor. Ja, omdat... Ja. Wil je er ergens op terugkomen? Of wil je nog iets toevoegen? Dat had ik nou echt
zo ontzettend graag willen vertellen, maar dat heb je niet gevraagd. Nou, we hebben wel één dingetje. We hebben hele leuk, want het is natuurlijk nu de Keukenhof staat in bloei. Mm-hmm. En we hebben dit jaar, vorig jaar zijn we ermee begonnen, hele leuke tulp gemaakt. Onze stijl. Dus een soort van betonbol met een hele leuke houten stengel en een gouden tulp erop. Eigenlijk is een gouden tulp voor de Bollenstreek. Ja. En die willen we wel een beetje promoten. Want ik vind dat wel heel leuk, ook als een soort van, oké, we zijn in de Bollenstreek, dus laten we ook iets toevoegen of iets eren aan dat de Bollenstreek. Dat promoten heb je dan nu gedaan. Dus dat heb ik even gedaan. Die is staan in de jouw atelier. En ga je die ook voor een leuke prijs? Ja, ik probeer de keuken even te bereiken. En ik denk ook dat ik vast wel eentje mag gaan neerzetten. Nou, dat hoop ik dus, voor je. Heel erg bedankt voor je komst. Nou, bedankt voor de uitnodiging. Oké. Tot ziens. Tot gauw. Zeker.